Wendy Paulus Aminta, de ambassadeur van Suriname in Cuba, heeft per 1 augustus 2024 het roulerend voorzitterschap van de CARICOM lidstaten in Cuba overgenomen van St. Vincent en de Grenadines. Gedurende haar 3 maanden durende termijn zal zij namens de CARICOM gesprekken voeren met Cubaanse autoriteiten en leiding geven aan activiteiten en vergaderingen van de Caribische gemeenschap. Het justitieel interventieteam en het Nationaal Leger hebben op 1 augustus 2024 een illegale landingsbaan in het Goliath-gebied Sipaliwini onklaar gemaakt. Dit was de 4e succesvolle actie tegen dergelijke banen in het gebied, als onderdeel van de strijd tegen illegale activiteiten en smokkel. Het Openbaar Ministerie benadrukt het belang van veiligheid en roept burgers op om verdachte activiteiten te melden. Voorzitter Zhao Ziying van China, Dalian International Economic and Technical Cooperation Group Co. Limited, bracht op 31 juli 2024 een beleefdheidsbezoek aan president Chandrika Prasad Santokhi. Dit bezoek markeerde een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen Suriname en China, waarbij 2 memoranda van overeenstemming werden ondertekend voor kustbescherming en nationale infrastructuurprojecten. Zhao feliciteerde president Santokhi met zijn succesvolle staatsbezoek aan China en prees de vooruitgang die Suriname heeft geboekt onder zijn leiderschap.